Hele goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe video. Nou, zoals je kan zien, het is een oer-Hollands weer. Het is 4:30, lekker op tijd. We gaan de poort open doen. Wagen is gewassen. We gaan even een bakje pakken en dan gaan we rijden. Tot zo. We zijn aangekomen op het tweede adres, maar het eerste adres ligt hier 300 meter verderop. Dus ik heb even de aanhangwagen hier neergezet. Allebei de adressen die ken ik niet. Dus voor de zekerheid heb ik het even in de motorwagen gedaan. Het is ook ander werk als dat we normaal, of een beetje gemiddeld in de auto hebben. Het zijn nu lichtkoepels voor op daken, dus dat is wel leuk, even wat anders. We zetten hier de aanhangwagen even neer en dan rijden we naar het eerste adres. We hebben de aanhangwagen op adres 2, dit is adres 1. Nou, we mogen zelf lossen, dus lekker op het heftruckie. Even kijken hoe het allemaal weer werkt. Dat doen we niet dagelijks meer. Hoppa. Top. Kijk, wat ik zelf eigenlijk altijd doe met de pompwagen, doe ik nu ook. Ik zet hem wat meer achterop, dat ik niet met de heftruck tegen de auto hoef te rijden. Alsof hij jaren niks anders gedaan heeft. Nou, laat ik hem eerst maar eens veilig binnenzetten. Keurig heftruckchauffeur. Nou, dat was hem alweer eigenlijk voor hier. Mooi een pelletje gelost met lichtkoepels. Nou super, dat ging mooi vlot. Lichtkoepeltjes naar binnen, we doen de deur even dicht en dan gaan we van de handtekening halen. Skit rond, we zijn weer terug bij de aanhangwagen. Dat ik die aanhangwagen afkoppelde, heb ik me al even gemeld. Nu gaan we de deur open doen en mogen we hem gelijk op dok 2 zetten. Hartstikke mooi. Nou, het loopt allemaal lekker soepel. Vind ik altijd relaxed. Eén klein koepeltje denk ik. Ik moet even kijken hoeveel ik er nog in heb staan. Ik zie het al, die stickertjes. Die is voor hier. Die is voor... Ah, alleen deze. Dus dat is mooi. Nou, het is er maar eentje. Ik ga ervan uit dat hij hier goed staat. We pakken hem waarschijnlijk toch zo meteen weg. Ik zal de pompwagen even terugzetten. Dit was hem al voor hier. We gaan weer de handtekening halen en dan gaan we weer verder. Vette dikke V8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nou, wij lopen lekker op schema. Het is precies 8 uur nu. We stonden hier om 7:50. Er staan er nu 2 te wachten, daar moeten wij ook even op wachten. Die gaan eerst lossen. Maar ondertussen kan ik even wat uitleggen. Ik kan via mijn stuur iets instellen op mijn dashboard. En dat is de standkachel en dat heet in de auto hulpverwarming. Zo stel ik op vrijdagmiddag, stel ik in, want ik weet hoe laat ik maandag moet beginnen. Stel ik in een uur, anderhalf of 2 uur van tevoren. Ligt er ook een beetje aan hoe koud het is. En dat is met, als het vriest, helemaal relaxed. Want als dan je voorraam bevroren is, ontdooit die door de hulpverwarming, de standkachel. Kan ik lekker 2 uurtjes voor mijn starttijd instellen. En als ik dan aankom is het lekker warm in de cabine. Daar is die weer.
Het bureautje waar ze altijd de bonnen controleren. Bonnen. Die heb ik al neergelegd voor de controleur. Ze hebben al een cruise klaargezet voor Olioren. Die neem ik zo meteen weer mee retour. En dan gaan we even een zootje lossen. Want ik heb er hier best wel veel. Ik heb er 5 om 7. Ja, zoals jullie misschien wel kunnen zien en horen. Hier binnen hebben ze allemaal van die koelmotoren hangen. Dus het gekoelde hal. Buiten is wat kouder. Dus lekker mutsie op vandaag. Heerlijk. We hebben er dus al 3 gehad in Wijchen. Dit is de eerste van Nijmegen. We hebben nu nog 2 adressen in Nijmegen. Maar omdat de ademwagen nu al vrij leeg is en hij heeft 3 assen en de middelste as kan ik liften, kan ik zo meteen in de auto die as weer liften. Scheelt dat weer brandstof en banden. Gaan we naar de volgende Nijmegen. Nou, dan zien jullie weer verder. Tot zo. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Zo, we zijn een 3e adres in Nijmegen. 2e adres niet gefilmd, was even snel 1 pelletje. Dus die eruit en weer verder. Wel een drone shot gemaakt, dat is wel cool. We hebben hier een paar pelletjes moeten we lossen voor bier. En een paar pelletjes mee retour nemen, dus die lossen we even. Goed, we hebben de retour geladen. Plak altijd even sticker op, dat we kunnen zien waar die vandaan komt, de opslag. Nou ja, we hebben 2 pallets met Debbie geladen. Pop, pop. Mooi, we hebben ons binnen even gemeld. Komt iemand even helpen om de pallet eruit te halen, koepeltje? We hebben 1 koepel, staat op een pallet, dus dat is... Kijk, die auto kan er nog net langs. Zo. Ik heb hem een klein beetje geschaard, dat we hem makkelijk eruit kunnen pakken. Kijk eens even. Dit werkt mooi. Gelost. We gaan nog even een keer. We zijn ondertussen van Arnhem naar het volgende adres gereden in Doetinchem. Daar gaan we even lossen. Ik zal de bol alvast pakken. Dat is binnenkort ook verleden tijd. Want we Simoloos gaat binnenkort andere bordcomputers nemen. Dat zijn tablets en daar staan dus ook alle vrachtbrieven in. Dus dan hebben we geen borden meer. Dat scheelt. Ik ga nu de deur even opengooien en hem aandokken. Dan zie ik je zo binnen. Kijk, die klep, dat horen jullie bij de film ook al. Nou, de cameraman die zag het al gebeuren, maar ik heb een papiertje even opgeraapt in plaats van dat hij wat zegt. Maar het was niet expres of gespeeld. Ik heb wel vaker papier in mijn kontzak, maar door het vele lopen gaat het papiertje steeds hoger, valt hij eruit. Waarom heb ik het meegenomen? Dat zijn nog de retourpapieren van de pallets die we daar straks geladen hebben van het bier, van het klep. En die moet ik er dan even tussen doen, dat ze weten hoeveel en wat allemaal is. Maar ik was net met een goed verhaal bezig. Waarom maak ik die klep zoveel herrie? Omdat ik aan die kant heb ik alle fusten staan. Dus wat gebeurt er met de ademwagen? Die ademwagen gaat iets naar de kant van de fusten leunen. Dus dat doet die klep dus ook. Dus iedere keer dat jullie, misschien denken jullie wel van, nou wat een herrie. Klopt ook.
Maar dat komt dus omdat de fusten aan deze kant staan. Dus die wagen die wordt gewoon aan de ene kant iets zwaarder, waardoor die de klep iets oplift. Ja, dan hoor je net dat geknal. Ja, om het verhaal even uit te leggen. We hebben dus koffie verkeerd. Café au lait. Ik heb zelf een bakje koffie bijgepakt. Omdat ik zou eigenlijk twee pallets omruilen die dus niet goed waren. En twee goede bij me hebben. Nou schijnt het dus dat ik precies dezelfde mee heb. Maar waar ligt nou de fout? Die stickers zijn wel goed. Maar de doos is verkeerd. En de inhoud is ook goed. Ja, kunnen we allemaal niks aan doen. Dus ik neem die twee andere pallets gewoon mee terug. En van de week komen ze die goede brengen. En zo horen ze er dus uit te zien. Maar goed. Ik heb lekker een bakkie. We hebben het gezellig gehad. Dus, ja. Nou, planning aan de telefoon gehad. Deze kunnen weer de tour. Zet ik weer voorin, zet ik die pallets er weer tegenaan. En dan kunnen we verder naar het laatste adres. Nou, zoals jullie kunnen zien, het past dus precies. Ik moest op tijd stoppen, dus ik ben op mijn hoogtepunt weggestopt. Ik kon het al een beetje zien vanuit mijn spiegels, dat het niet heel hoog was. Dus ik dacht, ah, ik zal op tijd stoppen. En dat was ook precies op tijd. Maar hij zou net onderdoor kunnen, want de deuren gingen ook open. Dus dat past net. Goed, we hebben alleen die twee pallets retour voor Zaandam. Die gaan we daar lossen. En dan is voor de rest klaar eigenlijk. We gaan zelf wat eten. Ook wel voor lekker. We hadden alleen ontbijt mee, dus eventjes uitsmijtje of zo halen. En dan gaan we door. Hoi. Ik heb heel veel vragen gekregen. We hebben nu toevallig even pauze, dus laat ik het even zien. Over waar de cameraman eigenlijk sliep. Want iedereen dacht dat het is een beetje in scène gezet, maar dat is niet zo. De cameraman is al snel wakker en ik ga het nu even laten zien. Schuif ik het gordijn. Wolkgordijn aan de kant. Kijk, het bed. Dit is het bovenbed. Die kan naar beneden. Dan zit hier een trap. Dus ik lag lekker daaronder te pitten. En de cameraman. Appatee, die lag hier. En zo deden wij dat. Heerlijk. Skittermooi. Maar die kerel die is zo snel wakker. Dus die stond ineens met die camera voor mijn gezicht. Nou, en zo ging dat. Dat ook weer duidelijk. Zo, heerlijk. Ik was er ook even aan toe en een broodje. We zitten bij Barneveld. We zijn eerst een stuk teruggereden, want tussen Doetinchem Barneveld is, of Doetinchem Arnhem is het altijd super druk. Dus eerst even een beetje de drukte voorbij. Nu even lekker eitje eten, straks los op Zaandam. En dan lekker naar huis. Eet smakelijk. Nou, we hebben even lekker wat gegeten. We zijn nu weer buiten. Maar voor de mensen die mij op Insta volgen, als je dat nog niet doet, Martijn Kuipers, -V8. Die hebben kunnen zien dat ik in een garage heb gestaan in Zwolle. Nou, daar stond ik best wel lang, dus heb ik even met monteurs gesproken en uitgezocht hoe dat zou kunnen. En ik heb een speciale lichtshowstand. Die ga ik nu even aanzetten. Zo, super dik. Onder doet hij links, rechts, links, rechts. Boven tegelijk. Maar ja, dit is natuurlijk wel voor showtjes. En over showtjes gesproken. 14 en 15 december sta ik op Mega Truck Festival. Samen met mijn wagen. Dus als je me wil zien of ontmoeten of een fotootje van mijn wagen wil maken, kom gerust die kant op en dan kan je me tegenkomen. Wij gaan gauw weer naar Zaandam. Kunnen we die twee pijls nog even lossen en lekker naar de zaak. We zijn weer op de tender. Knippie, knippie nog even. Eigen terrein, dus dan kan het. We zouden eigenlijk die pijls lossen in Zaandam. Was niet meer nodig, hebben we meegenomen. Ik ga de motorwagen even leeg gooien. Even wat diesel in de tank en dan zijn we klaar voor vandaag. We zitten al tegen de 14 uur aan, dus is het mooi geweest. Ik ga hem even afsluiten. Ik zie jullie volgende keer weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Like, abonneren hieronder. Tot de volgende keer.